Hoi, ik ben Sinee van Roffa Takkies en we gaan vandaag kijken wie er beter kan koken, mannen of vrouwen. Ik ben Kalian, a.k.a. Young Vaccine, a.k.a. Young Gordon Ramsay vandaag. Ik ben Amber, ik ben 17 jaar oud, ik kom uit Zevenkamp. Zelfde de hoed als deze lijstje hier. Ik kom niet van waar zij komt. Ik kom uit een andere plek. Hij liegt. Ik kom van de kerk. Hij liegt. En vandaag gaan wij bewijzen dat vijf vrouwen beter kan koken. Nou, we moeten nog bepalen wat we gaan koken natuurlijk. Dus steen, papier, schaar. En wie er wint, mag het bepalen. Steen, papier, schaar. 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 Ah, je hebt gewonnen. Net. Last minute comeback. Pasta. Het wordt pasta vandaag. Ik loop hier naast mijn amateur sous-chef. Zij gaat mij helpen in de keuken. We laten haar denken dat het haar idee is. En het is allemaal deel van de ervaring. Amber gaat het opzetten. Roll out of smoking. Hoe zoek je chickie in constant motion? Met dat ik vallen kan in haar oog. Ik ga salmon alfredo pasta maken. En kijk, ik moet nu naar de kruiden, want kruidje fucking eten uit. Ik ga een simpele pasta al kalien maken. Ik heb geen andere woorden ervoor. We zoeken nog tomatensaus en de pasta, dan zijn we klaar. We hebben geen haast, weet je. Hey, je moet betalen voor dit. Ik kan niet falen voor dit. Nee. Jij bent hoe laat het is. Ik heb wat kruiden nodig voor die kip. Kijk, de Albert Heijn had ook kipkruidenmix, maar ik vertrouw het pas wanneer die vrouw van Chan zegt dat het oké komt. Nou, we hebben net boodschappen gedaan. Ze hebben hun geheime ingrediënten verzameld. Ik ben echt benieuwd. En ik vind dat de vrouwen mogen beginnen. Dus Amber. Ja, man. Maar je moet goed genres, jongens. Want je weet nooit waar je bent geweest. Mm-hmm. Genres, weet je. Oh, jullie hebben echt Chinees gekocht gewoon. Way, yo. Ik ben opgegroeid op kookprogramma's. Gordon Ramsay, Epic Mealtime, je weet zelf. Mijn eigen moeder, tante, shout-out tante Lea. Ik heb hier voorgesneden brood gedaan, off-camera. Ik heb hier mijn vertrouwde knoflookpers, gewoon bom. Zie je al die tijd? Bom. Ik hoef geen tijd te verspillen aan knoflook snijden. Dan ga ik dit mengen met zelfgemaakte boter. Laat het zien aan de... Jongens, ik heb echt een zoutverslaving, het is echt. Maar zout, mijn eten moet zout zijn, anders kan ik het gewoon niet eten. Die kip is goed gewassen, maak je geen zorgen, maar ik ga niet ongewassen kip hier kopen voor u. Dit is je pasta? Dat is mijn pasta. Zit er zout bij? Ook niet. Oké, doe maar. Hoeft niet. Nee. Oké, dan niet. Dit is geen zout eigenlijk. Dit is een optische illusie, snap je? Oh my day. Brand niet dit filmen. Ik kan geen ijs. Ik werk bij Verhagen. Als ik ijs snij, snij ik ringen. Want het is voor de berenklauwen, toch? Dus ik snij mijn ei niet altijd zo. Zie je die berenklauwen bij Verhagen Zevenkamp? Ja, dat ben ik. Niemand komt bij Verhagen Zevenkamp. Het is Zevenkamp, joh. Maar jij woont ook in die buurt. Dus ja, ik kom daar ook niet. Kijk, maar ja. Uiteindelijk gaat het om het eten. Kijk dit, hè. Dat ben je echt. Ja, hey, mond. Ik hoor commentaar van mensen die geen eens één goed gesneden ei hebben. Ik zei, oh jouw mond. In mijn keuken doen we het zo. Amber, laat het. Lieve schat. Jij die koude ding meegenomen, maar je hebt niks gezegd. Je kan dingen vanuit huis meenemen, dat heet voorbereiding, ja. Amber. Kijk, je doet gewoon zo, allemaal in één pers. Wauw, shout-out naar Tupperware, shout-out naar mama thuis. Love you. Dit is je knoflook. Ben je het er nu al bij? Doe je ding. Doe dat eens. Shout-out naar hem, oké? Voor helpen me ook. Amber, ga je niet eerst de zalm bakken? Nee, eerst de ei voor de smaak, toch? Oh. De ei voor de smaak. Oké, is jouw manier. En de doe je dat niet? Ik bak eerst de zalm, dan zet ik het apart. Dan ga ik die ui bakken en knoflook en alles. En dan doe ik... Die zalm er weer bij. Maar de ei en de gember is toch voor de smaak? De ei en gember is voor de smaak. Ik ga ja, maar niet de zalm bij haar is ja, dat is wat ik zeg. Maar ei en gember...
kijk. Je gaat niet de zalm rauwer in doen. Je doet het eerst opbakken zodat het geschroeid is, de buitenkant. Dan doe je het er weer in voor de smaak. Nee, jawel. Nee, ik ga niet discussiëren. Ik weet niet dat ik beter kan koken dan bij elkaar. Volgende keer, als jullie je willen zien, ga ik tegen Chinee. Okay, want luister, dit hier gaat nergens over. Luister, ik ga winnen. Want ik heb messen in mijn hand. Klaas, te stil. Dit gebeurt er met dames uit Rotterdam-Zuid. Jongens. Ik ook ben slachtoffer. Van Rotterdamse meids. Doe het niet, jongens. Vind een meid uit Dordrecht. Ga verder, Zuid. Wordt gebeld, maar ik moet weigeren. Gesprek beëindigen. Eigenlijk heb ik wel honger nu. Ik wil gewoon één broer. Dit zijn wel echt skills die je moet hebben. Als we niet zijn. Kom eens even. Oké, hoe vind je het tot nu toe gaan? Het is makkelijk. Ik heb in de tussentijd heb ik mijn kruidenboterbrood al klaar. Ik ben bezig met mijn kip aanmaken, pasta hier zo. En ja, dadelijk hopen dat ze mij evenveel mogen als Amber. Dit gaat wel heel traag. Ik heb hier geen geduld voor, man. Volgende persoon die aioli in hun pasta kookt, heeft het geleerd van your boy. Extra flavor. Smaak. Hey, kom op man, ik zeg het jou, wat er hier binnen gebeurt, disrespectful. Ik kon geen parmezaanse kaas vinden in de Albert Heijn, dat is ten eerste echt een shame. Dus ik heb pasta kaas gehad en de kaas moet het iets dikker maken. Wat kon je niet vinden in de Albert Heijn? Parmezaanse kaas. Maar niet, nee, maar heb je... nee, I got the last package. Bro, je maakt me ook bang. Hey, dat was mooi. Ja, dat ging beter. Vol. Dit is nerve-wracking, guys. Je maakt me fucking nerveus. Met meer zout. Er meer zout, ja toch? Ik was er nog meer zout. Ja. Kijk, ik ben echt zoutverslaafd, dus ik dacht al van, weet je, ik ga het niet te veel kanker. Maar niet zoveel. Mm-hmm. Beter nu. Ja. Ja. We hebben geproefd. Nu is het moment van de waarheid. We gaan haar een cijfer geven. En jij mag beginnen. Ik geef het een 7. Het was iets te weinig zout. Maar door de zout die ze laat heeft aangebracht was wel beter. Ik geef het een 8. Met de zout toevoeging. Ja, ik geef het een 7. Maar dat komt ook omdat ik het proces heb gezien, toch? Ja, ik geef het ook een 7. Dat is best wel lekker. Dus goed gedaan. Misschien ben ik echt niet picky, maar dit is echt gewoon een 9 hoor. Oh meisje, oh wow. Gewoon een 9 hoor. Meisje. Een 9? Dan gaan we testen, hè. Ik alleen. Hier, geen woord. Ja. Zou die zalmspraak meer doen? Nu zal het echt ook een 9. Ja, ik doe. Maar, je kan wel. Ik kan niet laten zien dat leuk is, man. Ja, je hebt het goed gedaan. Lekker, man. Jij gaat ook. Dit is een goede 8. Snap je? Kijk. Nu is het mijn beurt. Oh, hij heeft nog garnering in zijn. Ik ga niet voor jullie liegen, man. Hij is wel boe, man. Yuzu. Hoor je voor de camera. Ja, ik ga niet voor jullie liegen. Hola. Hé, hey, maar kijk, ik was wel even boos, want het duurde wel lang, maar hij is wel goed. Ik wil binnen een half uur gaan flippen. Oké, ja. Pas een keer. Oké. Nee, het is wel goeie. Hij is wel goeie. Ik kan niet. Zo veel. Dit is pas een dood. De reacties waren wel duidelijk, denk ik, maar laten we cijfers geven. Oké, Indy, jij mag beginnen. Wel een goede 8, man. Ja. Hey, wahala, Simon. Dit is wel echt een 8, man. Mm-hmm. Ja, man. Ja, voor mij ook een 8. En ik zeg je eerlijk, eerst dacht ik dat je alleen een grote mond had. Want dat is echt gay. Gewoon altijd praatjes. Nee, ik geef het sowieso 9. Het is echt lekker. Ik vond haar pasta wel lekker, als ik heel eerlijk ben. Maar door die broodjes is het ook een 9. Fair enough. Hij is niet meer uitgenodigd om mijn verjaardag. Oké, mensen. Amber had een 7, gemiddeld denk ik. Kaylian had een 8,5 gemiddeld. Dus
Dus dat betekent dat de mannen hebben gewonnen. Helaas, meiden, kijk. Er komt gewoon een revanche. Dan ga ik koken, oké? Dan gaan we zien. En daarna.